Maar daar is Kirsten al van de volleybal. Die woont nu in Enschede. En ze heeft een kater, schrijft ze. Punt, komma, grote P. Ik geef een thumbs up voor haar status. En ik kom een niet voor de lol. LOL, het sleet een plaatje van een bierfles op haar bol. Wat is het prettig om te weten dat Misha lekker heeft gedoucht. Wat is het fijn om te kunnen lezen dat Bas niet weet wat hij koken moet. Ik heb 386 vrienden van wie ik alles weten wil. Ik heb 386 vrienden waar ik al mijn lief en leed mee deel. Foto van Loes op het bachelorfeest toen ze uitgleed op het toilet. En Heer van Hans op zoek naar zijn schoenen toen die Erikade al de bar werd uitgezet. Och, het is uit tussen Mark en Odette. Lees ik, ze hebben elkaar geblokt. Het is triest om ze zo te zien chatten. Emoticons schieten tekort. Ik heb ook nieuws en update mijn status. Ik zin heb in patat. Met je komen dat hij dat ook lust. Maar dat hij net ook een bezoek heeft gehad. Oh, ik schrijf dat ik hem stom vind dat echt. Ja, het is het met me eens. En zo voegt wel toe met een punthaakje open dat ze net geen paraplu bij zich heeft. Wat is het fijn om te kunnen delen alles wat mij bezighoudt. En dan ik hoop dat toch liever zoet eet en popcorn liever zout. Ik heb 386 vrienden gedaan en dat ik me verveel. En ik ben elke keer weer blij als ik dan die e-mail krijg met de statistieken van de weken. Dan lees ik het bewijs dat mijn vrienden bij me zijn en dat mijn nieuwe foto's zijn bekeken. Dat ik ben geboegeld en geëd en gefollowd en getagd en 9 invites heb gekregen. Oh, ik ben razend populair. Ik heb een zinderend sociaal leven met mijn 386 vrienden.